Goedemiddag. De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. De energiefactuur wordt wat minder zwaar. Vooral mensen kunnen genieten van een sociaal tarief. En wie één dag ziek is, heeft niet langer een ziektebriefje nodig. Wie langdurig ziek is, wordt strenger opgevolgd. De federale regering heeft vanochtend vroeg een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Het gaat om een inspanning van 2,4 miljard euro. Tegelijk is er ook een akkoord over maatregelen om langdurig werklozen en langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. Er wordt voor ruim 700 miljoen euro ook geld vrijgemaakt om de hoge energieprijzen te milderen, vooral dan voor de zwaksten. Na een hele nacht onderhandelen gaven premier De Croo en zijn vicepremiers tekst en uitleg over het akkoord. Het gaat over meer dan de begroting alleen, zei de premier. Wij mogen als land niet tevreden zijn met gewoon een herstelpakket te maken. Een herstelpakket, dan zouden we eigenlijk aan onze plicht tekortschieten. Er zit een stuk meer potentieel in ons land dan dat. En dat potentieel op dit moment moeten we nemen. En dit pakket zorgt ervoor dat we alle kansen hebben om het potentieel dat in ons land zit maximaal te kunnen benutten. Samen met de gewesten wil de regering mensen die langdurig werkloos zijn weer aan het werk krijgen. Ook mogelijk maken dat iemand die nog aan het werk is gewoon wat minder begint te werken. Ook mogelijk maken dat iemand die het bijzonder moeilijk heeft misschien terugkomt bij een nieuwe werkgever een uurtje per dag. Twee uurtjes per dag, een beetje, maar om stappen vooruit te kunnen zetten. De liberale partijen pakken uit met 300 miljoen euro lastenverlaging voor de middenklasse. 300 miljoen voor die mensen die in onze economie meest graagden en die vooral ervoor zorgt dat mensen die vooruit gaan, dus mensen die bijvoorbeeld promotie krijgen, dat zij niet meer of minder geconfronteerd worden met een promotieval. Er wordt 760 miljoen euro uitgetrokken om de energiefactuur lichter te maken, met onder meer 80 euro voor de gezinnen die van het sociaal tarief genieten. De mensen die het hardste nodig hebben, daarvoor verlengen we het sociaal tarief. Het gaat over 20% van de gezinnen. Twee, structureel voor iedereen, voor gezinnen en voor bedrijven, vereenvoudigen wij de energiefactuur. Alles wat er niet in huis thuis wordt, wordt er afgehaald. En drie, we gaan oneerlijke marktpraktijken harder aanpakken. Geen voorschotfacturen die... Bart Verhulst in de Wetstraat. Ja, de regering moest dus 2 miljard euro zien te vinden. Ze heeft er 2,4 miljard euro van gemaakt. Waar gaat ze al dat geld vandaan halen? Wel, het is een beetje klassiek verdeeld over besparingen en nieuwe inkomsten en diversen, zoals dat dan heet. 300 miljoen euro besparingen bij de overheid zelf bijvoorbeeld. En daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat hervormingen die geld moeten opbrengen. Hervormingen om meer mensen aan het werk te krijgen. Meer mensen aan het werk betekent minder uitkeringen moeten betalen en meer mensen die ook bijdragen aan het systeem met belastingen. Maar daarnaast zullen we het ook wel voeren door een aantal belastingen die naar omhoog gaan. En de man van de belastingen die staat hier nu bij mij, minister van Financiën Vincent van Petegem. Ja, meneer van Petegem, om te beginnen, vliegen, korte vluchten, dat wordt duurder. Hoeveel zal ik extra moeten betalen voor een vlucht naar Parijs of Londen bijvoorbeeld? Wel, die tax is echt een focus die we leggen op duurzaamheid en op het klimaat, de maatregelen die we daarvoor nemen. En het is inderdaad vandaag zo dat in Europa bijvoorbeeld op kerosine totaal geen belastingen worden betaald. En om die reden is er ook in heel veel landen een instaptax bij vliegtuigen, wat we nu ook gaan introduceren voor die korte vluchten van minder dan 500 kilometer, zodanig dat we mensen echt gaan ontraden om die te gaan nemen en hen een beetje naar de treinen en andere mogelijkheden gaan leiden. En hoeveel is dat dan? Wel, in totaal zal dat een 30 miljoen euro moeten opbrengen. Maar hoe dat precies gemodaliseerd gaat worden, dat staat nog niet vast. Ja, oké. Okay. Wie er ook extra moet betalen, zijn topsporters. Betalen weinig of geen sociale zekerheidsbijdrage. Daar wordt nu 43 miljoen euro opgehaald, meer dan nu. Maar, was er gezegd, daar is eigenlijk 200 miljoen euro te vinden.
Wel, wat we daar vooral willen doen, is het systeem rechtvaardiger maken en de excessen wat gaan uithalen. Zowel in het parafiscale, dat is dan de RSZ, als in het fiscale met de bedrijfsverheffing. Proberen we echt voor te zorgen dat die topsporters die echt heel veel gaan verdienen, dat we daar toch een eerlijker bijdrage van gaan krijgen. Maar die maatregel is ooit ingevoerd om jeugdopleidingen, jeugdinfrastructuur te gaan financieren. Die maatregel voor heel veel amateursclubs, voor heel veel amateursporters is echt belangrijk. En die doelstelling willen we echt gaan behouden. Ja, dan krijgen we ook geld terug. Iedereen ziet op zijn loonbrief wel dat we zoiets betalen als een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Van een van uw politieke vaders, denk ik, Jean-Luc Dehaene. U schaft dat af in fasen, te beginnen al van volgend jaar. Hoeveel ga ik netto overhouden? Wel, het is inderdaad een crisisbelasting die ooit in 1994 is ingevoerd om uiteindelijk te kunnen toetreden tot de euro. We gaan die nu inderdaad gaan afschaffen na 27 jaar in fases. En in een eerste fase is het de bedoeling dat iemand, afhankelijk uiteraard van zijn inkomen, op het einde van de maand of het einde van het jaar een 50 tot 150 euro meer zal gaan krijgen. Oké, tot slot nog een korte vraag. E-commerce, daar worden de regels wat soepeler. De regering zegt, wij doen dit eigenlijk op de manier waarop de sector ons dat aangeeft dat we het moeten doen. Maar die sector heeft al ontevreden gereageerd en zegt, ja, uiteindelijk is het toch wel weer Nederland, waar nu heel veel e-commerce is, dat wint. Wel, het hangt natuurlijk van heel veel zaken af. Het hangt af van de loonkost, die in Nederland wat lager is, waar we ook aan het werken zijn binnen onze bredere fiscale hervorming. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje van de structuren af. En op dat vlak zijn we echt wel hebben we een aantal stappen genomen in deze begrotingsbespreking, zodanig dat het inderdaad ook gemakkelijker is voor e-commerce bedrijven om hier mensen te vinden. Oké, dank u wel, meneer Van Petegem. En straks om 14:15, dan wordt premier De Croo verwacht in het federaal parlement om daar zijn beleidsverklaring uit te spreken. Op het einde daarvan zal hij dan aan het parlement het vertrouwen vragen. Morgen wordt er gedebatteerd over die beleidsverklaring en overmorgen wordt dat vertrouwen dan normaal gezien door een meerderheid van de parlementsleden aan deze regering gegeven voor het komende politieke jaar. Over die beleidsverklaring wil ik nog even dan meteen erbij zeggen dat mensen dat ook hier kunnen volgen in Villa Politica. Dank je wel voor nu, Bart. De regering wil dus ook iets doen aan de hoge energiekosten. Zeker voor mensen met een laag inkomen. Door de coronacrisis is het sociaal tarief al uitgebreid naar een grotere groep mensen. De maatregel wordt nu ook met 3 maanden verlengd. Nog tot de lente zullen 2 miljoen Belgen daarvan dus kunnen genieten. Het zal de factuur voor hen gemiddeld met €650 lichter maken. Netwerk tegen Armoede, de koepel van de armoedevereniging, was vragende partij voor die verlenging. Mensen die een inkomen hebben op of onder de armoedegrens kunnen deze prijsstijgingen totaal niet aan. Dus de verlenging minimaal tot eind maart van het sociaal energietarief is een zeer terechte beslissing. Het is niet voldoende om het te verlengen tot eind maart. Ook daarna hebben wij nog aardgas en elektriciteit nodig aan betaalbare prijzen. En zeker voor gezinnen in armoede, ja, ze hebben niet de ruimte om deze energiekosten te dragen. Dus een sociaal tarief duurzaam toekennen aan iedereen die op of onder de armoedegrens leeft, is een juiste beslissing. De federale regering heeft ook een plan klaar tegen arbeidsongeschiktheid. Voor mensen dus die ziek zijn en niet kunnen gaan werken. Langdurig zieken zullen strenger opgevolgd worden. Anderzijds zal wie 1 dag ziek is niet meer naar de dokter moeten voor een ziektebriefje. En dat voor maximaal 3 keer per jaar. Voor KMO's geldt die regeling niet. De werkgevers zijn niet tevreden met de maatregel, maar de huisartsen vinden dat de nieuwe maatregel nog niet ver genoeg gaat. De huisartsen hadden liever gehad dat het ziektebriefje niet voor 1 dag, maar tot 3 dagen wordt afgeschaft. Want, zo zeggen ze, wie nu een ziektebriefje krijgt voor 3 dagen, zal wellicht ook 3 dagen thuis blijven, ook al is hij eerder genezen. Zonder ziektebriefje gaan mensen sneller weer aan het werk. Bijvoorbeeld in Nederland en Noorwegen is er een heel ander systeem dat veel meer gebaseerd is op vertrouwen. En daar zien we een daling van het ziekteverzuim. Het ziektebriefje geeft eigenlijk onterecht het gevoel van ik mag thuis blijven, dus ik blijf ook thuis. Als hij zelf kan beslissen, kan hij sneller terug aan de slag. De werkgevers hadden liever het verplichte ziektebriefje voor 1 dag behouden. Ze zijn er ook niet over te spreken dat werknemers van de regering nu tot 3 keer per jaar 1 dag ziek kunnen zijn zonder ziektebriefje. Heel wat van die ondernemingen zijn daar eigenlijk niet mee akkoord. Want ze vrezen toch
een soort misbruik van die regeling, waarbij dat medewerkers 3 keer per jaar een soort baaldag, een soort snipperdag kunnen hebben. En wellicht zullen er een aantal zeker en vast ziek zijn die dag, maar anderen zullen wellicht misschien er ook wel wat misbruik van maken. De nieuwe regeling geldt niet voor kleine bedrijven. Die kunnen zelf bepalen of een werknemer een ziektebriefje moet binnenbrengen of niet. Wat we ook helemaal niet begrijpen, is dat hier een onderscheid gemaakt wordt tussen KMO's en grotere bedrijven. KMO's krijgen van de regering die keuzevrijheid. Grote bedrijven krijgen die keuzevrijheid niet. Daar is het ziektebriefje niet langer verplicht. Dat begrijpen we helemaal niet. In Tielt in West-Vlaanderen is de stationsbuurt een tijd lang afgezet. Ook scholen in de buurt gingen eventjes in lockdown. En we gaan meteen naar Tielt, naar Thijs Mauro. Thijs, vertel eens, wat is daar aan de hand? Wel, blijkbaar moest er een man in de straat achter mij gecolloqueerd worden vanmorgen. Dus verplicht meegenomen worden door de politie. Maar dat ging niet vanzelf. Hij verzette zich, verschanste zich ook in zijn huis. En blijkbaar zou hij eventueel ook een kruisboog hebben. Dus een explosieve situatie, zeg maar. Er werd ook even vermoed dat hij buiten was, waardoor dan die scholen in lockdown gingen. Men dacht natuurlijk aan de situatie van vorige week terug in de streek van Kortrijk, Waregem en Avelgem. Maar hij is dus wel degelijk in een huis. Dus dat betekent dat het een heel andere situatie is en dat dan ook al heel snel werd beslist om de scholen weer open te doen. En ook deze namiddag zijn er gewoon lessen in de scholen in de buurt, dus daar is geen probleem meer. Het enige wat nog het probleem is, is dat de man nog altijd in zijn huis verschanst zit en dat de speciale interventiediensten nu ook ter plaatse zijn om hem dan op te pakken. Maar dat is bij mijn weten nog niet gebeurd, dus dat gaat nu de komende tijd plaatsvinden. Maar het gaat over een lokaal incident in een straat, in een huis, dus toch heel anders dan de situatie van vorige week. Dus is paniek op dit vlak of op dit moment zeker niet aan de orde in Tielt. Dankjewel om dat even te verduidelijken voor ons, Thijs. En dan naar Dendermonde, waar vanochtend een uitspraak werd verwacht in het tweede euthanasieproces. Maar die uitspraak is er niet gekomen omdat de rechtbank nog 2 vragen heeft gesteld aan het Grondwettelijk Hof over de euthanasiewet. Pas als die vragen beantwoord zijn, kan er een uitspraak komen. Het proces in Dendermonde is een uitloper van het assiseproces in Gent vorig jaar over de dood van Tine Nys. De vader en 2 zussen van Tine Nys komen vol verwachting naar de rechtbank van Dendermonde vanochtend. Want er wordt vandaag een uitspraak verwacht. Maar die uitspraak komt er uiteindelijk niet. De rechtbank stelt de verdere behandeling van de zaak in afwachting van het arrest van het Grondwettelijk Hof onbepaald uit. Dat was onze beslissing. Teleurgesteld dat de zaak opnieuw niet kan worden uitgesproken. En die zaak sleept intussen al heel lang aan. Tine Nys, hier in het midden, kreeg 11 jaar geleden euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. Vorig jaar stonden de 3 dokters die betrokken waren bij die euthanasie terecht voor gifmoord. Alle 3 werden ze uiteindelijk vrijgesproken. Maar de dokter die de euthanasie uitvoerde, staat hier dus opnieuw terecht in Dendermonde, omdat die euthanasie niet correct zou zijn verlopen. Ja, en om te bepalen of die euthanasie dus al dan niet correct is uitgevoerd, moeten eerst die 2 vragen beantwoord worden door het Grondwettelijk Hof. Eerste vraag, is het redelijk dat alle overtredingen tegen de euthanasiewet op dit moment even zwaar kunnen worden bestraft? Heel concreet, een dokter die een administratieve fout pleegt, kan eigenlijk even zwaar bestraft worden als een dokter die een euthanasie uitvoert die niet mag uitgevoerd worden. Tweede vraag die beantwoord moet worden, is of het redelijk is dat elke dokter die een overtreding begaat, dat die meteen gelijkgesteld wordt aan een gifmoordenaar. Dat zijn de 2 vragen. Het is wachten nu op het Grondwettelijk Hof wanneer zij kunnen antwoorden op die vragen. Dat zal een beetje afhangen van de agenda van het Grondwettelijk Hof, maar ik neem aan dat dat een aantal maanden tot een jaar kan in beslag nemen. De Heilige Stoel in Rome geniet volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens immuniteit. Dat betekent dat slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk het Vaticaan daarvoor niet kunnen aanklagen. Al ruim 10 jaar probeert een groep Belgische slachtoffers de nalatigheid van Rome voor de rechter te brengen. In ons land is dat niet gelukt. 4 jaar geleden kregen de slachtoffers nog ongelijk voor het Hof van Beroep hier. De Heilige Stoel is onaantastbaar, werd toen gezegd. Dat werd daarna aangevochten in Straatsburg, maar daar werd de immuniteit vandaag bevestigd.
Als er vandaag was beslist geworden door het Mensenrechtshof dat er geen immuniteit was voor de Heilige Stoel, dan denk ik, gelet op het gezagscollege dat het Europees Mensenrechtenhof is, dat ook in andere continenten, Afrika, Amerika, dat er claims zouden kunnen volgen ten aanzien van de Heilige Stoel. Maar die poort is vandaag dichtgebleven. En voor ons, voor de slachtoffers, is dat echt wel een kaakslag geweest. Hè. If there were lessons to learn, we're keen to do so. Keen to start with an apology, though, I would have thought. Well, no, we followed the scientific advice. We protected, so no apology? We followed the scientific advice. We protected the NHS. De Britse minister Stephen Barclay verdedigt zijn regering na een vernietigend rapport over de corona-aanpak van de eerste minister Boris Johnson. Die heeft bij het begin van de pandemie in maart van vorig jaar de situatie verkeerd ingeschat, zegt het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie. En dat heeft mensenlevens gekost. 50.000 supporters in Liverpool begin maart 2020. Daar is de massale verspreiding van het virus begonnen, zegt het rapport. Enkele dagen voordien klonk eerste minister Boris Johnson zelf nog zorgeloos. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know and I continue to shake hands. Handen wassen is meer dan voldoende, hield hij vol. We'll do two verses. Two verses. Yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mologic. Thank you very much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ondertussen reden in de Londense metro eivolle treinen. Zoiets hadden we op het vasteland al wekenlang niet meer gezien. Well, you know what, Boris Johnson's. He should have just said close them down. De lockdown kwam er veel te laat, zegt het rapport. De ziekenhuizen begonnen toen al vol te lopen. Een patiënte getuigde van op haar ziekbed. Please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad. Het rapport is wel positief over het vaccinatiebeleid. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste Europese land dat vaccineerde, al in december vorig jaar. Hopefully it will help other people come along and do as I did. In totaal stierven 137.000 Britten aan COVID-19. Maar wetenschappers zijn het erover eens dat dat cijfer een grove onderschatting is. Frankrijk wil 30 miljard euro investeren om tegen 2030 de Franse industrie- en energiesector te moderniseren en groener te maken. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd in een toespraak voor bedrijfsleiders en studenten. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, wil Macron investeren in een nieuwe generatie kerncentrales. En ook de ontwikkeling van waterstofenergie zal een duwtje in de rug krijgen. Premier objectif. Objectif numéro 1, c'est faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Deuxième objectif, devenir le leader de l'hydrogène vert en 2030. In Irak lijkt de Shiïtische leider Muqtada al-Sadr op weg naar een grote overwinning bij de vervroegde parlementsverkiezingen. Al-Sadr heeft een grote afkeer van de politieke invloed van Iran in Irak, ondanks het feit dat hij een Shiïtische geloofsovertuiging heeft, net zoals de Iraniërs. Voor de aanhangers van Iran draaiden de verkiezingen op een fiasco uit. De opkomst voor de verkiezingen was ook historisch laag. De aanhangers van Muqtada al-Sadr zijn door het dolle heen als ze de eerste uitslagen van de verkiezingen horen. De beweging van hun leider haalt minstens 73 zetels. Dat is 20 meer dan de vorige verkiezingen in 2018. De boodschap van al-Sadr heeft duidelijk goed gescoord en dat is... Geen buitenlandse inmenging, dat is een utopie in Irak. En misschien ook een verklaring voor de lage opkomst. Maar 41% heeft gestemd. Vooral buurland Iran groeide de laatste twee decennia uit tot de invloedrijkste macht in het land. Dat Iran politieke en gewapende groepen steunt in Irak moet stoppen, zegt al-Sadr.
يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق وإن كان ممن يدعون المقاومة فقد آن للشعب أن يعيش بسلام. Niet alleen Iran, maar ook de Verenigde Staten moeten hun invloed in Irak inperken als het van al-Sadr afhangt. Tegelijk is hij een van de weinige Sjiïtische leiders in de regio die nog goede relaties onderhoudt met de Soenitische grootmacht Saoedi-Arabië. Het klinkt allemaal veelbelovend, maar al-Sadr haalt op eigen houtje niet genoeg zetels om een regering te vormen. En dus moet hij straks toch weer aan tafel met de andere partijen. 3000 inwoners van het Canarische eiland La Palma moeten binnenblijven, omdat de lava van de vulkaan Cumbre Vieja een cementfabriek heeft verwoest. Daardoor kunnen er giftige gassen zijn vrijgekomen. Tot de autoriteiten er zeker van zijn dat de gassen niet schadelijk zijn, moeten de mensen in de omgeving binnenblijven, met ramen en deuren dicht. De vulkaan blijft maar lava spuwen. Dat duurt nu al meer dan 3 weken. Maar daar wil je toch niet zijn op dit ogenblik ook. Toch niet met vakantie, denk ik. Nee, Aster, Interland voetbal, dat is een afgelopen verhaal voor de Belgen. Ja. En dus is het opnieuw focussen op de vaderlandse competitie. Hè? Inderdaad, zo is dat. En er is wel wat om op te focussen. De trainerscarousel die draait op volle toeren in onze eerste klasse. Wim, vorige week werd een baie leie ontslagen in Kortrijk. Luca Elsner van Kortrijk is ondertussen zelfs zijn opvolger aangesteld. Leie werd uiteraard ontslagen bij Standaar. Luca Elsner heeft hem dus opgevolgd. En nu vandaag raakte dan de nieuwe coach van Kortrijk bekend. Of zeg maar de oude nieuwe coach. Want Karim Bellocine keert terug naar Kortrijk. De Fransman was in het seizoen 2016-17 al eens coach bij de VK en speelde er ook enkele jaren als centrale verdediger. Kortom, hij kent het huis en krijgt een nieuwe kans nadat hij sinds dit seizoen zonder club zat na zijn passage bij Charleroi vorig jaar. Nu moet hij een op zich goed draaiend Kortrijk, dat knap achtste staat, in die regionen proberen te houden. Vrijdag wacht wel meteen een zware opdracht op Club Brugge, maar Bellocine ziet het zitten. C'est clair qu'on va jouer contre le club de Bruges qui est la meilleure équipe du pays. On connaît les grandes forces et qualités de cette équipe. Mais voilà, on devra aller là-bas à 100%. On devra jouer notre jeu, on devra se bagarrer, c'est-à-dire être dans tous les compartiments du jeu. Et puis voilà, en football, vous savez, quand on veut, rien n'est impossible et on fera le maximum. Na Qatar is de eerste WK-ganger van volgend jaar bekend. Duitsland heeft zich gisteravond voor de 18e keer op rij voor een WK geplaatst. Dat is fenomenaal. Een verrassing is het dus absoluut niet. De Duitsers wonnen op het veld van Noord-Macedonië. 0-4 werd het dankzij onder meer 2 doelpunten van deze Timo Werner. Duitsland is zo mathematisch al zeker van de groepswinst in Poelen J. En het bijhorende WK-ticket, het WK dat dus uitzonderlijk in de winter van volgend jaar plaatsvindt. 2 maanden na zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen begint Matthias Kasse aan een nieuwe Olympische cyclus richting Parijs 2024. En in diezelfde stad in Parijs kampt hij volgend weekend zijn eerste internationale toernooi. Na Tokio nam hij wat vakantie en ondertussen is hij opnieuw vol motivatie aan het trainen, want op de volgende Spelen wil hij goud. Om 8 uur vanmorgen staat Matthias Kasse al op de tatami. Na Tokio heeft hij een maand rust genomen. Nu traint hij opnieuw vol honger en met een duidelijk doel. Ik heb nu een EK-gouden medaille, een WK-gouden medaille. En de Spelen mist nog, dus dat rijtje moet ik nog verder afwerken. Ik heb mijn doel niet volledig gerealiseerd in Tokio. Dus dat wordt gewoon overgedragen naar Parijs. Ik denk dat ik daar nog sterker kan zijn. Hopelijk volledig blessurevrij en dan moet het daar ook mogelijk zijn. Ik heb mijn doel niet volledig gerealiseerd in Tokio. Zo'n uitspraak typeert Kasse, zegt Dirk van Tichelt. Hij weet wat het is om Olympisch brons te pakken. Hij deed het 5 jaar geleden in Rio. Een kampioen in hart en nieren en die neemt niet genoeg met verlies. Hij kan niet tegen zijn verlies. Maar dat is goed, voor topsporter, dat is een goede eigenschap. En daardoor gaat hem op iedere training echt tot het uiterste. Tot het uiterste gaan leverde dus brons op in Tokio en daarna een welverdiende vakantie. Dat extra jaar door het uitstel van de Spelen was mentaal heel zwaar. En daar heb ik wel van genoten, van die rust. Ik kon gewoon doen wat ik moest doen. En waarvan heb je dat het meest genoten?
ik heb goed gegeten. Ik kon opstaan wanneer ik wil. Ik ben 2 keer op reis gegaan. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Omdat ik daar gewoon nooit de tijd voor had. Dat is nu iets dat kon. Dus daar heb ik extra van genoten. Na het genieten volgt het afzien in de judozaal en in de fitnesszaal. Maar allemaal met een duidelijk doel. Om af te ronden hebben we nog wat muziek. Het officiële lied van de winterspelen in Peking is uit. Die spelen gaan in februari van volgend jaar dus van start. En daar hoort dus ook een officieel nummer bij, blijkbaar. Together for a Shared Future heet het. En het is met videoclip. Het is een catchy nummer in het Chinees en het Engels. En het wordt gezongen door de Chinese zanger William Chen en zangeres Tia Ray. Met het lied wil de organisatie haar motto Samen voor een gedeelde toekomst in de verf zetten. In de videoclip zijn er ook heel wat mooie wintersportbeelden en emoties. Om iedereen al warm te maken voor die spelen van komende winter. Dank je, Wim. Ja, het gaat over de winterspelen, hè? Ja, niet over de zomerspelen. Dat kan ik wel, kan ik wel zien. Het nummer moet ik nog wat aan wennen. Nog niet in je Spotify? Nee. Dank je wel. Niet erg. De federale regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Er is 2,4 miljard gevonden. En er zitten ook maatregelen in om de energiefactuur te verlichten voor de zwaksten. Ik verwijs graag naar Villa Politica. Daar is de beleidsverklaring van premier De Croo te volgen om 14:15 hier op 1. En ik zie u heel graag vanavond weer. Wij mogen als land niet tevreden zijn met gewoon een herstelpakket te maken. Een herstelpakket, dan zouden we eigenlijk aan onze plicht tekortschieten. De mensen die het hardste nodig hebben, daarvoor verlengen we het sociaal tarief. Het gaat over 20% van de gezinnen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat hervormingen die geld moeten opbrengen. Hervormingen om meer mensen aan het werk te krijgen. Meer mensen aan het werk betekent minder uitkeringen moeten betalen en meer mensen die ook bijdragen aan het systeem met belastingen. En dit pakket zorgt ervoor dat we alle kansen hebben om het potentieel dat in ons land zit maximaal te kunnen benutten. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.